Ja, dit is Jorik. Ja, ja. Vies, hè? Oh. Snel, hè? Ben ik al kroos, joh. Heb ik nog een goede gordel, hè, Chris? Oh, ja. Het leeft, hè? Hoor je dat? Ik ken het niet meer. Jorik. Het leeft. Het leeft. Hé, Walter? Ja, dat is het Albert Vos. Leeft? Ja, 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 ja. Dat is fout, hoor. Uit de tijd, ja. Dat is historisch. Historisch. Vies, hè? Moet je drinken, hoor. Een oude opname, Chris. Dat is heel goed, hoor. Net 40 jaar terug. Mooi geluid, hè? Ja, mooie podium was dat, hè? Ja. Zonde dat je het niet meer gedaan hebt. Ja. Kroos, joh. Ja. Die witte, die witte, ja. Ja, ja, ja. Nee, Meijer. Ik ben schokken, joh. Helemaal mal. Even uitrusten. Mijor. Pie, wap, wap, wap. Zo moet ie. Ja. Pie, wap, 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 wap. Dat vergeten ze allemaal, hoor. Toen was ik 7 jaar. Goeie lessen gehad, hoor. 7 jaar lang. Goeie leraar. Nou. Streng. Hard. En ik heb nog 1 jaar of 3,5 piano gestudeerd. Maar mijn moeder was jaloers, hè? Waarom? Die nam een nijptong en die ging die snarenverstuk knijpen. Weg! Ja, dag, dat piano. Dat met sommige bassisten ook wel eens doen, maar goed. Gul in de week. Piano huren. Het ging goed, joh. Toen ik een maand of 7, 8 speelde, dan ging het al. Al die solootjes van Dizzy Fingers en Nola en al die dingen van Ses Comfrey. Die speel ik allemaal met een maand of 7, 8. Maar mijn moeder was jaloers. Ze denkt, hé, gaat meer achter die piano's, achter die accordeon. Dan werd ze jaloers. Waarom nou? Ja, ze wilde. In de Jordaan, als je daar geboren bent, is maar één begrip. Accordeon. Accordeon. Accordeon zeggen ze niet eens, harmonica. Ik heb 5 of 6 gezeten. Ja? Ach, ik moest van mijn vader. Moest ik eigen gek studeren. En die kocht elke week van zijn paar centen. Kocht hij een nieuwe ouverture, toen had je die ouverture allemaal. Zo'n Sampa, weet je wat, die ga je ook wel aan Willem Tell. Of Tancred. Dat heb ik allemaal gespeeld. Wat deed je vader? Mijn vader? Die was drukker, lithograaf, steendrukker. Een letterzetter. Hij had wel verstand van muziek. Ja, 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 ja. Hoeveel moest je studeren? Ja. Hoe lang? Ik? Hou op, ik heb geen jeugd gehad. Nee? Ik heb geen jeugd gehad. Thank you.
concerten en kroegen gespeeld hier. Maar dan werd ik opgevorderd voor Duitsland. Maar ik wou weg weer, ik wou weer terug. Bom om je heen, links en rechts daar, mijn en link. Toen heb ik mijn Corrie een stuk laten vallen, zogenaamd. Dus bij de grenzen, bij Kelse kisten zat, ik weet het nog. Heb ik mijn Corrie een stuk laten vallen, zogenaamd. Toen heb ik die toontjes even ontzet. Zo, 5 minuten werk. Toen ging je meejanken. Ik zeg, hoor, wat gebeurd is. Wat denk je wat er gebeurd is? En ik naar het bureau toe, bij het meisje. Ik zeg, maak er even 5 voor me. Ik zeg, wat? Ik zeg, 5. Eén voor de cultuurkamer, één voor die. Dat is mijn Corrie een stuk was. Toen kon ik over de grens, kon ik hem zo gaan laten maken. Maar ik zat gelijk in Holland weer. Mooi trucje, hè? Gele kanarie met de zwarte koppie. Amerika gespeeld? Nooit. Ik had zo weggekund. Zonde heb ik het maar gedaan, joh. John, waarom ben je niet gegaan dan? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik had moeilijkheden. Mijn kinderen waren klein. Ja. 7 en 9. Dus dat ging je door. En die kinderen denken, wat is je geune leven hier? Een kamertje wonen. Dus ik had een lekker huis toen. In de duin. En ik had goed mijn brood ook. En ik heb hem verder doen. Ik ben erg makkelijk op dat gebied. Ik geef niks om roem, ik geef niks om naam, ik geef nergens om. De muziek ook niet, hè? Muziek een beetje, maar voor de rest geef ik nergens om. Helemaal niet. Nee, ik ben een beetje te makkelijk. Soms wel. Ik wou het af en toe over me heen lopen ook. Maar dat merk ik wel, maar ik zeg niks. Wanneer ben je wereldkampioen geworden ook alweer? In 53, 54. Twee keer? Twee keer. Ja. De tweede keer heb ik zomaar weer geweest, in Parijs. In Parijs? Ja. En wat speelde allemaal, de grootste van de grootste. Ik was zo zenuwachtig. Ik dacht, oh, dat red ik nooit tegen die knapen. Alles klassiek, want ik heb ook veel klassiek gestudeerd. Ja. Driestemmig Bach gespeeld. Driestemmig. Wat was er een gebeurd? Daar speelde je. Ja. Ik ben ineens zo'n plak kreeg ik, een groot document kreeg ik meteen, stempels erop. Is er ook een geluidsopname? Ik heb nu, ik weet niet eens waar het gebleven is, die is weg, hè?
Weet je hoe oud dat ding al is? 32 jaar wordt hij. Ik heb deze heb ik voor reclame. Maar ik zou niet willen ruilen voor een nieuwe. Jongens, zal hem even omdraaien. Zo. Ik heb een andere koffer hoor. Maar deze koffer is heel licht. Die andere koffer is zwaar. Zo. Ik word zo lui, joh. Oh, ik word zo lui. Ik heb hier, Guus, ik heb hier een plug in zitten. Ik heb hier een plug in zitten, er zitten 6 microfoontjes in. Ja. Hier zit een plug in. Ja. Steek ik met de pen erin. Kijk, links en rechts krijg ik versterker. Ik net zo hard apart zetten, zo hard als ik wil. Maar wat is het oudste geluid wat erin zit? Hoe zit er gisteren bij jou? Ja, ja. Dat is het oudste geluid. En het allermodernste geluid? Dit is dit. Ook niet dat goud is hoor. Niet. Er zit een Amsterdamse wapen op. Ja. Nou, ja. Het zal wel goud zijn. Dan mag je van niks op de tram. Maar hij is afgebroken. Oh, hij is afgebroken, maar dat geeft niet. Orkon, de burgemeesters en wethouders van Amsterdam hebben besloten het onderscheidingsteken van verdiensten toe te kennen aan J. Meijer. Leuk. Die zich in de Amsterdamse gemeenschap bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Leuk hè? Leuk. Vond jij het leuk? Maakt me niet uit. Nou, je vond het wel leuk, want ja, je stond de volgende. Ik heb nog een uur thuis gehad. Hij blijft hier maar liggen.
Interesseert me allemaal niet. We gaan niet luisteren. Ik laat het allemaal rot. Geef je niets om. Ik geef niks. Ik geef niks om lof en ik geef niks om. Weet je wel, succes geef ik ook niet om. Als ik maar lekker speel, dan vind ik het lekkerste. En nog steeds spelen? Ja. Maar voor de rest gaat niks meer goed. Hè? Gaat niet meer goed? Wat dan? Dat wel, maar je raakt een hoop kwijt. Je zelfvertrouwen een beetje gaat zakken. Ja? Dat hoef je dan niet kwijt te raken, John. Ik weet het niet. Ik heb ik nooit gehad. Ik word overal bang voor als ik ergens moet optreden. Dan ben ik er weer doorheen, dan gaat het wel. Ja. Maar normaal word ik een beetje... Wie je beginneling bent. Was dat niet vervelend, John, dat je dan al van die Amsterdamse nummers... Hou op, is het niet. Dat vind ik niet erg. Nee? Dat vind ik helemaal niet erg, nee. Maar wat dan? Ik bedoel, je zit in het land helemaal, je weet het, dat hoort erbij en de mensen willen niets anders. Ik was in Steenwijk, ik was in Jeswijk. Ja. En die man zat in die kastelein zat tegen mij, meneer Meijer. Uitsluitend Jes, hè. Het is in Jeswijk. Ja. Ik zeg, ik vind het best. Ja. Ik was nog een kwartier bezig, kwamen ze allemaal naar me toe. Meneer Meijer, kunt u ook Willy Klehees spelen? Kunt u ook Circus Hens spelen? Ola Kwapa, of dit of dat. Ik zeg, ga maar naar de baas, vraag maar of het goed is. Ik doe dat zelf niet. Want dan kijk, Harry. Ga maar, toen was het goed. En toen had ik wel succes. Heb je het wel gezien? Dat is het land, ja, tuurlijk. Dus je vindt het niet vervelend om te spelen? Nee, nee, ik speel graag alles. Uiteindelijk, hoe kom ik? Ik speel alles, behalve klaviers.
dat spelen met Mankeneel? Dus was dat niet de zwager van je? Ik was met zijn zuster getrouwd. En daardoor is het gekomen. Je weet wat ik bedoel, dan laat je elkaar niet zo gauw los. Hè? En hij had een leuke stem ook. Laat wil ik zijn. Hij kon lekker lachen ook af en toe. Hij kon wel eens pesterig kijken ook. Maar hij had een, wat zal ik zeggen, hij had een soort iets wat het publiek deed. Ja. Weet je wel? Ja, ja. Hij deed dat gewoon. En hij had een hoop liedjes, een hoop repertoire met zingen. Dat hielp mij ook een beetje. Natuurlijk kon de man geen bas spelen, natuurlijk niet. Maar hij deed het zo listig dat je het niet hoorde. Wat ben je mooi, met je grachten, je Jordaan en Rembrandtsplein. Wie jou ontmoet, vergeet je nooit, en zou voor altijd bij je willen zijn. Amsterdam, wat ben je mooi, de torenklokken zeggen het je steeds. Met de varen bij de Remmels. Toen krijg ik mijn eerste uitzending door Theo de Masman. Toen speel ik de lachende saxofoon. Maar precies zo, hè. De mensen lachen blind. Die al die dingen deed. Ja, dat is allemaal uit de tijd. Het is allemaal geweest. De mensen luisteren niet meer. Die is gek. En die oude mensen die nog over zijn, die heb ik overleefd, die zijn er ook niet meer. Vroeger had ik veel bewonderaars, maar die mensen zijn er niet meer. Ik ben zelf al 76. Je hebt mensen die nu 80 zijn, die zijn er niet meer. Het is toch afgelopen? De halve Jordaan is dood. Het is toch zo? Ze zijn allemaal dood. Allemaal dood. Er is niemand meer over. Dus wie luistert nog naar je? Ik vind er iets van in die hele wereld niet, geloof ik. Nee, ik vind er echt niets van aan. Niets interesseert me meer haast. Ik had nog eens hobby's vroeger. Daar heb ik geen trek meer in. Of dat zakt allemaal weg. Nee, lach is er niet meer bij. Afgelopen.
nou ja. Ik heb een goede jaren gehad, Guus. Hè? Ja. Dan moet je maar acteren.